Nieuwe video van mij. Tof, hè? Ik heb deze keer vandaag doen we creator en gaan we kijken welke SMG beter is. Je stopt mijn video! Dus we gaan nu kijken welke SMG beter is. De OG SMG. De nieuwe SMG. We gaan elke SMG testen en we gaan kijken welke de beste is. En we zullen zien welke dat het is. En die SMG, ja, wordt gekozen als beste SMG, hè? Dus ja. En daarna doen we misschien nog even een potje duo of zo. In ieder geval wordt het een toffe video. Laten we beginnen. Top, hè? Oké, ik ben een creator geworden. Oké, Noah? Hallo? Noah? Oké, ik ga het al doen. Heel fijn. Oké, ga maar in mijn map, oké? Ja, ik moet even zien. Oké. Bam, ik ben er. Ja, ik weet het. Er is al best veel gebouwd. Oké, maar we gaan eens kijken welke de beste SMG. Het idee is dus eigenlijk dat we elke SMG gaan uittesten. En dan gaan we kijken welke de beste is. Dus ja, dat is wel leuk. Dat is eigenlijk een beetje een hele idee, meer niet. Toch? Ja, kom maar. Dus we gaan elke SMG die er is testen. En dan gaan we kijken welke de beste is, oké? Okay? Dan pakken we nu gelijk de eerste SMG. De Gunner Stinger SMG. Nee, de OG SMG gaan we even pakken. De normale SMG. Oké? Okay? Ja. Zo, de Rapid Fire SMG. Oké. Okay. We zullen zien. Oké, de fire rate van de Rapid Fire SMG is heel erg snel. Zoals je ziet, ik ben een goede sprayer, dus voor mij is het wel een tof wapen. Maar de damage wil ik weten komen. En kijk hoeveel damage het op buildings doet. Dat gaan we nu even bekijken. Wat? Hoeveel damage doet het op buildings? Deze AR doet 16 damage op buildings en 17 damage op echte mensen. Dus, en de fire rating is heel erg snel. Oké, dan kan ik even een papier pakken waar ik alles kan opschrijven. Heel erg slecht voorbereid, sorry. Ondertussen gaat Noah zich jullie vermaken met zijn bouwskills. Ik ga even hier staan en dan kunnen jullie goed kijken wat dat die grote doet. Geen idee wat, maar die is compleet gestoord. Ik kan niet meer bouwen. Ja, ik heb dat niet weggevuld. Dat weet
echt een matige fire rate. Denk ik toch. Ja, deze is best matig. De kogels zijn heel veel. Maar oké, boeien. Hoeveel damage doet het op een structure? Shit, dat is veel te veel kogels, hè? My god, het is zo moeilijk om... 1 kogeltje doet... Even kijken. Kaken. What? Dat kan je niet wachten. Even kijken. What? Je kunt niks meer bouwen. Wat heb je gedaan, Klungel? Je kunt niks meer bouwen door jou. Natuurlijk wel! Je hebt te veel memory gebruikt. Dit is dus echt de grootste klungel van het hele land. Oké. We zullen het zien. Ik ga gewoon buildings kapot maken. Ah, het is heel moeilijk om dat bij een SMG te zien. Mensen, my god. En persoonlijk vind ik de beste, raad maar, de rapid fire vind ik toch iets beter naar mijn mening. Het gaat veel te lang duren, laten we gewoon overschakelen naar een heel gewoon potje duo. Denk je ook niet dat dat best een idee is? Hallo, Noah. Oké, we gaan overschakelen naar een heel normaal potje duo. Volgens mij is dat iets interessanter voor jullie. Even kijken of hij nog opneemt, hè. Ja, hij neemt nog op. Oké, we zitten in de lobby. Ik ga even een leuke skin aan. Welke ga ik aan? Ik denk dat ik ga voor de foundation. Die vind ik wel cool. Maar welke stijl? Oeh, voor een vraag dat we trio kunnen doen. Ja, dat is niet zo slim. Nope. Zeg maar nee, sorry, gaat niet. Ja, dan weet niemand dat die vraagt de hele tijd of we met hem kunnen spelen. Alleen dat gaat gewoon even niet. Nu zijn we bezig met een video van jullie te maken. Alles voor content natuurlijk. Nee, ga. Oké. En welke pickaxe? Het is trouwens een grapje, hè? Als ik al niet heb gedaan. Zo, deze mooie pickaxes en de mooie glider. Wat vinden jullie eigenlijk van de Battle Pass van dit seizoen? Ik vind hem wel cool, vooral de foundation. Die vind ik wel vet en daar hebben we ook lang op gewacht. Dus ja, ik ben er wel fan van. Ik zet duo op. Oh ja, misschien dat ik ooit een dagje nog een video ga maken hoe je het snelste de foundation kunt spelen. Ook al is dat voor mij nog best wel moeilijk, want ik heb al die quests al gedaan. Want zoals jullie nog niet wisten, over een weekje begint het nieuwe seizoen. Dus ja, maak je klaar voor dat. Ik denk dat ik alvast een paar V-Bucks ga kopen voor de Battle Pass, want... Ja, ik wil de Battle Pass, oké? Maar waarschijnlijk gaat dat voor... Wat? Ja, en dan dat dan een stomme battle pass is als season 8. Ja, goed, ik ben niet. Gaat, what the fuck, ben je niet? Jij bent echt... Jij bent gast, is zo... Ja, oh my god. Oké, deze gaat gewoon de battle pass gewoon kopen. Voor helemaal niks. Oké, laten we beginnen.
Ik ben benieuwd wat het van gaat komen. Ik ben echt opgehield, want ik ben niet zo goed. Want anders wordt deze video echt een uur en daar heb ik geen zin in. En ik heb geen ervaring met editen, dus fuck dat. Dat doen we een andere video. Oh, zo'n fire. Wist jullie trouwens dat de nieuwe SMG van dit seizoen eigenlijk gewoon de vervanger SMG van de Rapid Fire is, alleen dan gestabiliseerder? Want die schiet me nou even snel eigenlijk, hè. En die doet meer denk elke keer dat veel beter als een hier. Maar de Rapid Fire schiet wel iets sneller. Welke vinden jullie beter? Laat weten in de reacties. Waarschijnlijk zijn ze uit. Maar ik wil me gewoon echt een YouTuber voelen. Oké, we gaan naar Covert Cover. Daar kan je de Mythic SMG winnen. Kom op. Dat is een van de beste wapens in de game, naar mijn mening. Ik vind Foundation Skin trouwens echt cool. En dat vind ik echt een cool ding. Vooral van die bloed die daar afkomt. Wat denken jullie? Ja, ik ben zeker wel. En als jullie je afvragen, ga je de Battle Pass ook nog giften? Nee. Nee, sorry, dat gaat gewoon niet. Ik zit in geldcrisis. Oké, dat is niet waar. Ik heb genoeg geld. Maar ik kan dat doen op mijn PC-accounts. Ja, maar dat is een beetje belachelijk, hè. Zijn mijn kijkers en dan ga jij die giften. Allee. Ja, er is iets mis met mijn Switch-account, waardoor ik niks kan giften. Sorry. Ik weet het, ik moet zo'n fucking 2FA aanmaken. Nee, die SMG mag ik. Ik wil die SMG. Yes, SMG. Oh, mooi kistje, mooi kistje. Jongen, laat me dat door! Godverdomme. Godverdomme, ik wil die grenade. Kijk, YouTube-kanaal. Hij heeft ook niet zoveel abonnees, net zoals ik. Scare tijden. Oh ja, trouwens, als ik een beetje sad klink, kan dat wel zijn wat mijn varken is van dagen verleden. En ik waarschijnlijk wat fucking varken als huisdier. Ja, en die was schattig. Heet het duur. Jammer dat hij dood is. Dat is een heel lief beetje. Maar ja, zo is het eenmaal, hè. Oké, die gaan nu de paas killen. Oei. Oké, waar gaan die boss fucking zijn? Oh, enemies of een IO guard? Natuurlijk, het is een IO guard. Het moet altijd die rot IO guard zijn, hè? Ga nee. Rot op jij. Dood. Oké. IO guard is weg. Ja, dit is weg. Lekker chill hoor, Fabrice. Jongen, ik moet SMG ammo hebben. Godverdomme. Hey, een Drakesmap. Oké, die kan ik wel gebruiken. Nog een Drakesmap. Gast, hoeveel Drakesmaps spit je? Oké, ik zie de Mythic Boss. Oké, ik ga ondertussen een beetje zo crouchen. Oké, ik ga hem nu pakken. Ik ga hem nu sprayen. Kom naar mij, want er zit hier een enemy. Ben er al. Oké, chill. Oké, ik heb de boss al hard gehit. Ik ga mijn headshot verkopen, oké? Auw. Hoe hard kun je sprayen met dat ding? Die baas weet hoe dat hij moet sprayen. Auw. Baas, doe rustig. Doe normaal. Doe even normaal. Auw, help. Ja, lekker. Kill hem. Ja, sluit mij dan ook niet buiten. Oh, is het ook nog een echte enemy? Ja, maar nee, die kun je easy hebben. Go, go, go.
cards gewoon. Die zijn echt easy te campen, lekker. Het trilootje wapen! En zorg dat wij die SMG hebben, want ik heb... Nee, stop, die is niet meer revivers. Nee, niet zo kruid, dat is echt belachelijk. Denk! Hou die I-knop ingedrukt, oké? Okay? Bos überhaupt nog leeft? Hallo. Waar is die met de bos? Die is gepakt. Nee. In de kliko, in de kliko, in de kliko. Oké, ik ben weg. Adios. Dit was een slikpam. Ja, dan laat je mij gewoon in de steek. Ja, wat denk je? Ja. Ik kom nu terug. Oké, Chucks. Maar had ik nu die Chucks eerder had gehaald, dan had ik het overleefd. Maar ja. Oké, dit hebben we maar net overleefd. Niet zo chill. Oh, kut. Enemies. Ja. Ik heb 60 jaar. Ik heb er net... Storm. Nu rennen. Denk je dat ik dit overleef? Ik ga volgens mij in dat tentje zitten. Hierin. Yes, escaped. Fabrice is escaped. Ja, ik ben al geescaped. Maar ik word wel achterna gezeten door enemies. Iemand knocked. Ik heb iemand knocked. Deze gast had mythix. Had deze gast nog iets anders qua mythic wapen of zo? Nee, alleen maar een Drake's map. Yes. Ah, oh, gehaald. Oh, ik moet nu die mythix in. Hoezo kan ik die tent niet pakken? Oké, toch wel. Even in mijn eentje zitten. Mooi. Oh my god, net overleefd. Boy. Vrouw, ik heb een jouw auto. Ja, dat is niet belangrijk, man. Ik leef. Ik ben overleefd met helemaal niks. Oh, daar gaat ie. Daar gaat mijn mythic SMG. Oh, misschien heeft deze gast een mythic SMG. Ik heb wel echt opgeofferd, want ik heb echt niks. Ik heb echt geen wapens. Ik heb een terrorist nodig. Ik ben iemand aan het schieten. En weet je wat ik nodig heb? Wapens. Ik heb er twee, want ik heb er eentje moeten droppen. Ik kan niet anders overleef ik het niet. Ik moest die webthrowers pakken anders. Ja, yes, ik heb net.
snel, Fabrice, ga hem halen. Ik ook nog aan je kijkertje. Oké, ik ga even mijn Drake's map pakken. Ha, godboom. Ik wil dus zelfs als dit video online komt, dan ga ik het gelijk kijken. Oké, leuk. Oké, even kijken. Oké, daar. Kut, de storm komt, Ligt hier een bol van de lucht in? Nee, oh, mijn Drake's map. Oké, ik ben weg met moves bij mijn webtourers, want iets anders. Ja, ik heb mijn auto nog. Oh yeah. Misschien gaat die auto mijn leven dan redden. Kut, Drake's map. Pas op, hè. Adios. Oké, dit gaat heel erg goed. Ik zie hier een vogel. Bij Colombo zit een vogeltje. Yes! Please take a shotgun! Een shotgun! Ja, het is een shotgun! Ik heb een shotgun! Oh jee! Ja, Colombo, kun je mij ergens naartoe helpen? Geet. Au. Oké, ja, dat was het voor deze video. Dit was kut. Tot de volgende keer. Joep, dag.